Welkom bij een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast Dagteksten van de Evangelische Broedergemeente. Een leerzame en inspirerende boodschap voor deze dag en de rest van de week. Vandaag is woensdag 1 mei. De dagteksten van vandaag komen uit Jeremia 30, vers 11 en Hebreeën 2, vers 18. Ik sta je terzijde en zal je bevrijden, spreekt de Heer. Omdat hij zelf, toen hij op de proef gesteld werd, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. In deze wereld van uitdagingen en beproevingen kan het gemakkelijk zijn om je overweldigd te voelen, ongeacht je achtergrond of geloof. Maar laten we vandaag samen stilstaan bij een waarheid die ons allemaal verenigt: de kracht van verbondenheid en mededogen. Voor degenen onder ons die ons geloof vinden in de woorden van de Bijbel, herinneren we ons de belofte van de Heer in Jeremia 30, vers 11. Ik sta je terzijde en zal je bevrijden. Deze belofte is niet exclusief voor gelovigen. Het is een uitnodiging voor alle, ongeacht onze overtuigingen, om te weten dat we niet alleen zijn in onze worstelingen. We zijn verbonden door onze menselijkheid, ons verlangen naar vrede en onze zoektocht naar hoop. En voor degene die misschien niet dezelfde religieuze overtuigingen delen, biedt Hebreeën 2 vers 18 een universele boodschap van hoop. Omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Deze woorden herinneren ons eraan dat menselijke ervaring van lijden en overwinning ons verbinden, ongeacht onze geloofsbelijdenis. Laten we ons daarom verenigen in onze menselijkheid, in onze kwetsbaarheid en in onze vastberadenheid om elkaar bij te staan. Laten we samen een gemeenschap van compassie vormen waar liefde en mededogen de boventoon voeren. Want in tijden van nood zijn het niet onze verschillen die ons verdelen, maar onze verbondenheid die ons versterkt. Of je nu bidt tot God, mediteert in stilte, of gewoon je hart opent voor degene om je heen, laten we elkaar steunen en bemoedigen in onze reis van het leven. Laten we onze verschillen omarmen als bronnen van kracht en wijsheid. En laten we samen bouwen aan een wereld waarin liefde en begrip regeren. Samen kunnen we een bron van kracht en hoop zijn voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Blijf hoopvol en koester de verbondenheid die ons allen versterkt. Liefdevolle Vader, in tijden van beproeving, herinner ons aan uw belofte van bevrijding en hoop. Laat ons verenigd blijven in liefde en begrip en hoopvol gestemd. Mogen uw naam ons kracht, hoop en verbondenheid schenken. Amen. Wij hopen dat deze woorden u kracht en inspiratie geven. Volgende week woensdag is er weer een nieuwe aflevering. U kunt de podcast op het platform van uw keuze downloaden. Volg ons, zo hoeft u geen aflevering te missen. Een gezegende week.